vorig jaar zijn wij samengegaan met verschillende diensten. Jeugddienst samen met cultuurdienst, sportdienst en bibliotheek. Tot het uithuis in Hoboken. En dan hebben we gekozen voor een thema helden. Omdat dit jaar de Olympische Spelen zijn. Dat is supergeweldig. Riek Naboer was een Hobokenaar en de enige Hobokenaar die bij de Olympische Spelen een gouden medaille heeft behaald. En vandaar proberen wij met de verschillende diensten dat thema helden als kapstok te gebruiken. En zijn we beginnen brainstormen. Ze moeten zeker niet als superheld verkleed komen. We willen ze deelnemen aan de race, maar dat is sowieso wel een pluspunt natuurlijk. We willen verschillende prijzen uitreiken, zo de snelheidsprijs, maar ook een originaliteitsprijs. Dus deelnemers die helemaal verkleed komen in het thema, die hebben daar natuurlijk wel een stapje voor. Ik ben Mila Pavlovic en dit is mijn vriendin Lotte Spruit. En wij maken hier een supercoole graven zeepkist. We zijn nu eigenlijk dit bakje aan de binnenkant van onze deur aan het schroeven. Ik hoop dat we het gaan halen met onze zeepkist, want ja, die van ons is gewoon veel beter. Ik ben Lasse en ik zit in het team bij Flodder en wij maken samen een zeepkist. En we gaan daar zo nog een zetel op zetten en zo. En dan zit dat comfortabel. Flodder vindt dat maar wat raar, maar ik maak de zeepkist, hij zit daar maar wat. Ik denk dat ik wel mee ga doen aan de zeepkistengeest, want dat lijkt me wel tof. En wij gaan natuurlijk iedereen verslaan, want zo'n goede zeepkist kan niemand tegen. Hoor. Hier in het park Zorgvliet in Hoboken zal de zeepkistenrace doorgaan. Dus kom allemaal naar hier met of zonder je zeepkist om deel te nemen aan de race, om gewoon te komen kijken van 2 tot 4 en kinderfeesten van 2 tot 6 hier in het park van Hoboken. Alvast bedankt en tot dan!